Ik ben wel verbaasd over de stomzinnigheid van die scheldpartijen. Ja, ja. Dus de berichtjes bedoel je vooral? Ja. Ja, ja. En ook de klunzigheid ervan natuurlijk. En het volstrekte gebrek aan informatie wat er meestal uit blijkt. Ja. Maar je wordt ook van de gekste dingen beschuldigd. Dat je denkt, waar halen ze de godsnaam vandaan? Het is, ja, het is een... ik betreur het aan de ene kant omdat ik de sociale media zie als laten we zeggen, aanjagers van polariserend denken. Nou heb ik daar zelf ook wel een zekere liefhebberij in natuurlijk. Ik mag het graag wat scherp stellen. Maar tegelijkertijd moeten we ons er ook misschien niet al te veel over opwinden. Want je weet dat zij natuurlijk, ja, niet alleen ik deug niet, maar in feite de hele... In bredere zin, de mainstream media deugen niet. Dus ja, dan houdt het al heel gauw op natuurlijk. Ja. De BBB-mevrouw wordt ook bedreigd. Hè? Dat zal dan weer door een andere bubbel gebeuren. Ja, ik las ook dat mede door mijn inspanningen bereikt is. Dat waar je ook denkt, wat een volstrekte onzin is dit allemaal. En nogmaals, ik heb wel bezwaar tegen de manier waarop... Laten we zeggen, op een aantal plaatsen in de Nederlandse media gesuggereerd wordt dat je dat Twitter ook serieus moet nemen. Daar geloof ik namelijk helemaal niks van. Nee, maar dit waren doodsbedreigingen die fysiek ook bij haar binnen zijn gekomen. Ik heb nooit doodsbedreigingen. Ik krijg geen doodsbedreigingen bij mij, zeggen ze. Dat vond ik op zichzelf eigenlijk wel een interessante redenering. Zij ze veel, veel. Met enige regelmaat wordt gezegd dat ik allang dood ben, maar het niet weet. Dat betekent natuurlijk dat doodsbedreigingen geen enkele zin hebben, want ik ben al dood. Dus ja, je kunt het laten zoals het is eigenlijk. Ja. Het is een wonder dat ik eigenlijk hoor, je hebt The Walking Dead, zoals je weet, dat is een bekend televisieprogramma, maar ik behoor tot een heel nieuwe groep, die is nog niet eerder ontdekt, dat is The Talking Dead. Dat is wel een fijn gevoel om dat te zijn. Omdat je eigenlijk, ja, als je toch dood bent, ben je feitelijk onkwetsbaar geworden. Ja, een soort van geest. Zo kun je het best. Ik zweef eigenlijk, nou ja, ik wou gaan zeggen, ik zweef boven de water. Dat is misschien wel erg pretentieus, maar ik ben een soort sprekende geest, ja. Maar de Caroline heeft dus wel echt doodsbedreigingen gekregen. En niet van jou. Ja, maar ik weet niet hoe serieus die genomen moeten worden. Ik weet niet of ze, ik zou zeggen, als die heel serieus zijn, moet ze politiebewaking hebben. Op zichzelf is een vrij bekend punt dat doeners zijn, dreigers zijn geen doeners. Dus ja, je zou het, ik heb geen idee. Maar kennelijk was ze er zelf zeer van onder de indruk en dat is haar goed recht. Ja, en ze heeft ook eventjes alles stilgelegd qua optredens. Ja, dat kan ook denk ik electoraal ook goed uitpakken. Hè, omdat je natuurlijk toch, ja, je wordt slachtoffer. Men sympathiseert met iemand die bedreigd wordt. Ja, Rutte wordt ook bedreigd en het heeft in zijn geval niet geleid tot sterke sympathie voor de zittende minister-president. Maar vind jij dat je die kritische, misschien wel haatgevoelens richting Caroline, dat je die voedt met die kritiek op haar? Nee, helemaal niet, omdat die niet persoonlijk gericht zijn. Het gaat om politiek, dat is ook iets waar ze niets van begrijpen. Dat politiek en persoon, dat heel verschillende categorieën zijn. Mijn bezwaren tegen de BBB-mevrouw, die waren ook helemaal niet van persoonlijke aard. Het lijkt me eerlijk gezegd een gezellige vrouw die weet wat ze doet in grote trekken. Die betroffen het feit dat ze bij allerlei programma's zat en dat daar nooit de politiek aan de orde werd gesteld. Als je een Kamerlid hebt in je programma, dan moet die daar zitten vanwege de politiek. En dan wordt altijd gezegd, ja, jij zit er ook en jij geeft je mening. Ik ben geen Kamerlid, ik ben geen politicus, ik heb geen politieke ambitie. Ik heb geen enkele machtsambitie, 0,0. Mijn enige ambitie is, niet waar, om ook als dode voor te kunnen spreken. Ja, ja. Maar die link, die zien veel mensen niet, heb ik het idee. Die denken, die Van Rossum, die zit, net zoals toen met Fortuyn, toen werd er ook gezegd, Marcel van Dam, die heeft mee daaraan bijgedragen. Zeker, ja. En ja, dat vond ik ook niet juist. Wat ik me herinner van die opmerking van Dam, was ook dat ze de politiek betrof en de politiek. Standpunten van Pim Fortuyn. Of die ook zei dat de persoon zelf niet deugt, dat staat mij niet meer helder voor de geest. Nou ja, dat hebben we vaker besproken. Bij 9-11 was het bij mij gauw afgelopen, omdat na 2 dagen werd ik van het beeld werd ik geweerd uit de studio, omdat ik vele mensen in het land gekwetst had. Ja. Waarmee is nooit helemaal duidelijk geworden, maar... Ja. Hoe verklaar je dat je toch nog steeds gevraagd wordt om aan te schuiven bij de talkshows? Want ze kunnen ook denken van, weet je, we pakken eens een nieuw iemand. We hebben die Van Rossum zo vaak gehoord. Ja,
Het is te meer gek omdat ik steeds erop geweest word hoe oud ik ben. En dat mensen van mijn leeftijd al lang opgeborgen hadden moeten worden in een verpleeghuis. En dat soort van zaken. En hoe is het mogelijk? Zou die losgebroken zijn uit het verpleeghuis? Zo is de 's nachts uit het raam geklommen. Was toch zo'n 100-jarige die 's nachts uit het raam geklommen was. En op avontuur was uitgegaan. Ja, ik denk dat dat toch ook komt door het feit dat ik mijn meningen scherp en behoorlijk beargumenteerd weer kan geven. Ja. En anders kan ik er ook geen reden voor verzinnen. Of gewoon te gewoon. Je zit in de kaartenbakken. Hm. Ja. Heb je nog eventjes gevolgd hoe die gesprekken nu tussen Remkes en die belangenbehartigers van de landbouw? Nou ja, die landbouwers in de brede zin van het woord in dit geval hebben natuurlijk meteen onderling herrie gekregen. Want ik begreep dat sommigen meenden dat je helemaal niet mocht spreken met de overheid. En dat het LTO dat toen doorbroken heeft. Dat heet hij niet van de tak of zo. Of takken dat of zou zo. Kunnen, ja. Zoiets dergelijks in ieder geval. Maar ja, die is door de minister-president gebeld. Wat hij kennelijk nogal vrij deftig vond. En ja, die is toch bereid om aan tafel te gaan zitten. Wat ik van harte toejuich, aangezien ik van mening ben dat ooit zal er serieus gesproken moeten worden over deze kwestie. En ooit zal tot een besluit moeten worden gekomen waarbij een deel van onze veestapel weggesaneerd moet worden. Omdat die inderdaad buitenproportioneel gegroeid is. Ja, de LTO gaat echt een vrijblijvend gesprek met Remkes hebben. En er was een andere club en die ging met ze bellen, hè? Heb ik begrepen, een maandag. Kijk hoe ze ook weer. Nou ja, daar was grote verontwaardiging over onder de radicale fractie, begreep ik. Farmers Defence Force bedoel je? Ja. Even kijken hoe nou. Ik zag die boze man van de Farmers Defence Force in beeld. Ik denk, oeh, wat is die boos? Die zei van ze hebben de ruggengraat van een tuinslang. Ja. Dat is wat hij zei inderdaad. Oké. Okay. Ja, ik wist helemaal niet dat tuinslang een ruggengraat had. Maar de bedoeling zal zijn dat ze daar helemaal geen ruggengraat is. Ja. Kijk, hij heeft vast ongetwijfeld een ongelofelijke ruggengraat gegoten in beton. Maar daar heb je niet zo verschrikkelijk veel aan in een ingewikkeld democratisch bestuurd land als Nederland. Maar misschien mikken ze erop dat de BBB-mevrouw volgend jaar bij de Provinciale Statenverkiezingen een dikke overwinning haalt. En dat kan natuurlijk aanzienlijke invloed hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer. Ja. Nou weten we wat er, u weet dat bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen, ja, iedereen moet er misschien even aan herinnerd worden, maar dat er een spectaculaire electorale overwinning werd behaald door Forum voor Democratie. En we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Hè. Dat bleek eigenlijk zo'n, je hebt wel van die cowboyfilms met zo'n getimmerd dorp, weet je wel. En dan eigenlijk aan het eind van de film ligt het hele dorp ligt aan Spaanders op de grond. Na de shootout in Main Street. En ja, dat van Forum is natuurlijk bar weinig overgebleven. Doet BBB eigenlijk mee in de provincie? Ik heb begrepen dat ze wel mee wil doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Oké. Okay. Dus inderdaad, Agractie, dat die gaan bellen. Dat is ook een boerenbeweging. Oh, nou kijk, als ze kunnen bellen, dat is al heel wat. Ik vond ook wel vrij komisch dat ik daar, ik geloof bij het wel op één was het, dat ze daar een foto lieten zien van het hoofdkwartier van de boerenbeweging of van de BBB-beweging. Dat bleek een aandoenlijk stulpje te zijn. Ergens in de binnenlanden, zou ik maar zeggen. Waarbij je dan ook, ja, wat je ziet is inderdaad een aandoenlijk stulpje. Maar ook een aandoenlijke stulpje heb je tegenwoordig gewoon internet. En kantoor kun je tegenwoordig overal houden. Hè? Op het terras in de Bahama's. En wij kunnen hier een opname maken in een autootje in de Frans Halstraat. Enzovoort, enzovoort. Maar dat je bent overal aangesloten op de wereld. Ja, maar het idee daarachter was dat het dus anti-Den Haag is. Hè? Of dat ze ook het geluid willen laten horen van niet-Den Haag. Ja, anti-Den Haag, dat is natuurlijk ook een bekend thema. En dat is natuurlijk vooral in de randprovincies is dat natuurlijk een min of meer blijvend en structureel verschijnsel. Ga in Zeeuw-Vlaanderen kijken, ook als je ziet bijvoorbeeld waar de PVV goed scoort of andere vergelijkbare partijen. Dat is altijd in het perifere Nederland. Behalve dat de PVV ook geloof ik goed scoort in sommige stukken van Rotterdam. Ja, maar de gedachte erachter is op zich logisch toch? Dat ze zeggen we willen. Heel logisch, ja. Men voelt zich achtergesteld. Hè, omdat de Randstad natuurlijk altijd dominant is. De meeste media komen uit de Randstad. Hè. Ja, de media komt natuurlijk niet verder dan Hilversum. Nou, dat is nog dik Randstad. Hè. De Randstad breidt zich natuurlijk wel uit. Die werkt als het ware aan een nieuwe schil.
Ik geloof dat je vroeger zou je Arnhem-Nijmegen eigenlijk niet tot de Randstad hebben gerekend. En ik, tegenwoordig denk ik dat, je, dat dat als het ware de tweede schil is van de Randstad. Of misschien Ede-Veenendaal. En van die supersnel groeiende kernen. Arnhem-Nijmegen groeit natuurlijk aan elkaar. Met een soort strookje groen ertussen. Dus ja, dat, de Randstad groeit ook wel. Maar ja, wij zijn een heel klein land in die zin. Ik ben ook altijd geneigd, er wordt ook als je een lezing houdt vaak geklaagd over dat er geen aandacht is voor de problemen van het perifere Nederland. En nou ja, dat ze slechte verbindingen hebben met de Randstad. En ze hebben wel de pest aan de Randstad, maar vinden we toch goede verbindingen met de Randstad. Denk aan het eeuwige rouwen over die een of andere razendsnelle verbinding tussen de Randstad en Groningen. Waarbij je altijd moet uitrekenen hoeveel mensen er precies dagelijks naar Groningen willen of weer terug willen. En of het zin heeft om misschien 50 miljard te steken in een supersnelle verbinding tussen het een en het ander. Maar ik zeg altijd tegen die mensen, wees blij. Ik kom hier vanavond een lezing houden. Ik heb niet eens hoeven te bellen of ik makkelijk kan parkeren. In de Randstad moet je altijd bellen. Kan ik parkeren? Maar dan is er een speciaal plekje vrijgehouden, anders kun je niet parkeren. Of de parkeertarief is zo hoog dat je al de helft van je lezinginkomen weer kwijt bent. Denk aan Amsterdam. Ik ga nooit naar Amsterdam met mijn eigen auto. Nooit. Dus iemand me uitnodigt in Amsterdam, ja, daar wil ik wel komen, maar alleen per taxi. Maar kun jij je goed inleven in wat speelt in de rest van het land? Kun je goed inleven in nee, de boeren? Dat kan ik natuurlijk niet. Want wie kan zich nou individueel inleven wat er speelt in een land wat bijna 18 miljoen inwoners heeft? Dat kun je niet. Kan ik me inleven in een achterbuurt van Rotterdam? Nou, niet erg. Ik ben er wel eens gaan wandelen. Ik was er toch van geschrokken, moet ik je zeggen. Ontzettende zooi, vond ik het eerlijk gezegd. Ja, ik was verbaasd over dat het ook uiterlijk deed denken aan Amerikaanse achterbuurten. Gewoon een rommeltje was. Dus nee, kan ik me voorstellen hoe het is om in Bellingwolde te wonen? Nou, moeilijk. Ik heb er twee keer een lezing gehouden. Het leek me een heel gezellig dorp. Bij de tweede lezing was ik lekker bezig en toen keek ik vanuit het dorpshuis naar buiten. En toen dacht ik, wat een eigenaardige kleine bruine koetjes staan daar, wat zou dat zijn? En dus ik zei, ja, dames en heren, staan er heel veel wonderlijke dieren buiten. Ja, dat bleken herten te zijn. Dus die grazen daar in de tuin van het dorpshuis, dat vond ik wel. Ik was er wel van onder de indruk. Ik was er ook wel een beetje jaloers op. Hè? Als ik nou vanavond in het Wilhelminapark ga wandelen, zeggen, er staat een groep reeën. Dan denk je toch, hallo, hè? Dit is toch wel een uniek succes van de dierenbescherming. Dat zal niet gebeuren, maar nee, dus je moet je daar niet net zo goed als die mensen in het land niet, zich niet kunnen voorstellen wat soort van leven ik leid. Dat is natuurlijk heel lastig. Je leven is altijd geleid in, laten we zeggen, in een bubbel. Die kan wel wat opgerekt worden. Dat we zeggen, je hebt natuurlijk je familie. Die is in allerlei opzichten bepalend voor wat je doet en denkt en waar je heen gaat en zo. En dan heb je een iets bredere kring, dat zijn kennissen. En in mijn geval heb je nog wel wat bredere kring van mensen met wie ik op enige wijze beroepshalve te maken heb. Ik ben net 3 weken in Amerika geweest op een reis naar plekken waar je in ieder geval zonder een dergelijke reis nooit van je leven zou zijn gekomen. Ja, ja. Maar het inleven dus in de boeren is in deze discussie ook voor de mensen die dit straks moeten gaan oplossen toch wel belangrijk. Je moet ja, toch maar een beetje... zou je het ook niet verstandig zijn als de boeren zich ook wat zouden inleven in wat grotere problemen dan alleen hun eigen particuliere probleem? Het probleem is in een democratie dat iedereen moet proberen zo op enige wijze liefst behoorlijk georganiseerd iets in te leven in de problemen van andere mensen in Nederland. De boeren zijn niet alleen in Nederland, dat schijnen ze vaak wel te denken. Want ik zag gisteren ook weer een groot bord, zonder boeren geen eten. Ik wil nou, het is een sleets argument, maar mensen nog en toe. Wij exporteren 75% van onze agrarische productie. Dus laten we dat verhaal ook niet al te serieus nemen. Ja, ik zag bij de A27 staat het, hè, bij Bilthoven. Ja, dat bord heb ik ook gezien. Ja. Maar heb je het idee dat de boeren dat doen? Dat ze zich verplaatsen? Nee, tot op heden niet. Ze zijn toch eigenlijk... We hebben in Amerika nogal wat van die niet geplaveide wegen gereden. En dan krijg je van die ribbels in. Hè, want steeds diepere gleuven als het ware. Sterker nog heb ik die cowboy waarmee ik meereed. Die met zijn pick-up. Die jaste daarin met 60, 70 kilometer. En die liet gewoon die auto zelf in die...
in die ontstane ribbels rijden. Dat is een heel leuk evenement. Dat is wel een beetje, dacht ik, ook het boerenprobleem. Dat ze natuurlijk zulke diepe voren getrokken hebben. Dat ze daar niet meer uitkomen. Dat ze eigenlijk gevangen zijn geraakt in hun eigen bubbel. Ze zullen uiteindelijk begrip moeten opbrengen voor een wat groter beleid op het punt van uitstoot van stikstof. Ja, en daar zijn die belangengroepen zijn natuurlijk belangrijk in, want die gaan... Ja, overigens, laat ik het nog een keer zeggen, dat is niks nieuws.